2009. Multidimensionaal wezen. Iedereen heeft gaven meegekregen toen je geboren werd als mens. Maar je bent niet alleen mens. Je bent een multidimensionaal wezen. Dit houdt in dat je niet gelimiteerd bent met de kaders en vormen en energie die wetmatig lijken te zijn hier op aarde. Je kan intappen in alle mogelijke informatie. Vorige levens, toekomstige levens, parallele werelden, dimensies, universum, galaxies, multiversa, engelen, God, noem alles maar op. En dat doe je door middel van je mind. We kunnen verschillende mind-altered states ontvangen en uitzenden. Door meester hierover te worden, ga je je gehele zijn gebruiken als mens. Multidimensionaliteit is zo'n aspect. Je bent niet langer gebonden aan de driedimensionale realiteit, maar je kan buiten de tijd en ruimte reizen met de kracht van je denken, met als leider je hart. Het geeft een glans en de glorie aan je leven. Je plucht je spirituele gave in die op dat moment dienend is voor het grotere geheel. Als de match is vanuit het universum, het goddelijke, dan gaat je gave open en mag je die gebruiken. Heb je hier meesterschap over? Sta je diep verbonden in jezelf, dan werkt het in een prachtig organisch geheel. Alles plucht en opent zich op de juiste tijd, in de juiste ruimte, in een ultieme flow. Als een perfect muziekstuk van Mozart. Meebewegend met elke noot, door de ruimte, dansend omhoog en naar beneden, als een vioolspel. De een hoger dan de ander en alles altijd in een perfect geheel. Het ging samensmelten in mij. Ik zei ja. Ik zei ja tegen mijn ogen, gevoel en andere gaven. Ik ging op en af. Het was moeilijk, confronterend, veel, intens. Maar merkte dat ik als mens intens ben. Dat de ogen leiders zijn en de stem, ja, die ook. Ik ging volgen in plaats van stoppen. Ik knielde neer. En zij met een open en dapper hart. Laat mij zien wat jij wil dat ik zie. Laat mij voelen wat ik mag voelen en laat mij doen wat ik mag doen. En zo was het. En zo ging het. Zo is het. Zij het licht. You are rising.